Hoe kan je ervoor zorgen dat voeding een positieve invloed heeft op je nachtrust? Ik ga je 3 tips geven. Mijn eerste tip is: drink de sap van de kers Montmorency. Die zorgt ervoor dat je veel beter slaapt, want ze maakt je slaaphormoon melatonine aan. Mijn tweede tip is: eet een lekker banaantje 's avonds voor het slapen gaan, want die onthoudt de stof tryptofaan en die daar weer voor zorgt dat je melatonine, je slaaphormoon, in een grotere mate wordt aangemaakt en dat je lekker slaapt. En zijn niet bang dat die bananen dik maken, dat is maar een mythe. Zo'n banaantje is 100 calorieën en dat is perfect en je slaapt veel beter. Mijn derde tip is: neem vloeibare aminozuren tot je 's avonds. En die zorgen ook ervoor dat bepaalde stoffen in je lichaam worden aangemaakt, waardoor je ook weer heerlijk en rustiger doorslaapt. Wil je ook weten hoe voeding kan bijdragen tot een betere nachtrust? Download dan hier onze e-book.